Het is George Russell gisteren gelukt om de pole position voor de Grand Prix van Canada veilig te stellen in een werkelijk zinderende kwalificatie. De Brit klokte in zijn Mercedes exact dezelfde rondetijd als Max Verstappen, maar omdat Russell dit rondje eerder reed, mag hij vanavond van pole starten. De derde plek, die was er voor Lando Norris, terwijl Sergio Perez en de beide Ferraris teleurstelden. Daniel Ricciardo wist te verrassen, want hij start vanavond vanaf P5, terwijl Lewis Hamilton het liet afweten in de beslissende fase. Welkom bij de GP Fans Race Day. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan, want daarmee blijf je op de hoogte van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Max Verstappen start vanavond vanaf P2, maar de Limburger mocht zich nog melden bij de stewards voor een incident tijdens de kwalificatie. Toen het licht aan het einde van de pitstraat uiteindelijk op groen ging, moest de Limburger voorrang verlenen aan een trein van auto's die stonden te wachten en om de Red Bull heen moesten rijden. Sinds de Grand Prix van Monaco 2 weken geleden mag je niet meer deels op de fastlane stilstaan en daarvoor moest de Nederlander zich verantwoorden. Verstappen bleek toch net niet met één wiel in de fastlane te hebben gestaan, zo werd door de stewards bepaald na onderzoek van de videobeelden en na Verstappen en Red Bull gehoord te hebben. Omdat de klassementsleider vervolgens zo snel mogelijk en veilig de fastlane heeft betreden en op die manier de pitstraat heeft verlaten, is besloten om geen straf uit te delen. Yuki Tsunoda zal ook in 2025 uitkomen voor Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull Racing. De Japaner had wellicht gehoopt op een kantje bij het topteam naast Verstappen, maar zal zich volgend jaar wederom moeten melden in Faenza. Red Bull heeft deze week een aantal knopen doorgehakt, zo heeft Sergio Perez zijn contractverlenging bekendgemaakt en Tsunoda zal dus minimaal 1 seizoen langer blijven bij het Visa Cash App RB team. Ik ben erg blij om te blijven bij Visa Cash App RB en het geeft een goed gevoel dat mijn toekomst zo vroeg in het jaar al beslist is. Ik wil daarvoor iedereen bedanken bij Red Bull en Honda, die zo'n belangrijke rol spelen in mijn carrière en dat zullen blijven doen. Zo laat Yuki weten. En dan blijven we nog even bij de stoelendans, want de Daily Mail weet te melden dat Oliver Bearman naar verluid zijn krabbel onder een contract bij het team van Haas heeft gezet. De 19-jarige Brit is een Ferrari junior coureur en is tevens de reservecoureur van Haas. Hij mocht afgelopen maart in Saoedi-Arabië zijn debuut bij Ferrari maken toen Carlos Sainz onder het mes moest. De jongeling is al vaker in verband gebracht met het Amerikaanse zitje, maar dat lijkt dus naar alle waarschijnlijkheid een feit te gaan worden. Ook is nog niet bekend wie dan de teamgenoot van Bearman kan worden, want Kevin Magnussen loopt kans zijn zitje te verliezen. Onder andere Esteban Ocon, waarvan we al zeker weten dat hij niet meer voor Alpine zal uitkomen volgend jaar, zou een kandidaat zijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtendvideo. Vond jij deze video nou leuk? Doe dan vooral even het duimpje omhoog. En dan zeg ik vanaf hier, tot vanmiddag!